IJzersterke kandidaat. We hebben straks gezien wat die Rus, die nu in vierde positie rondrijdt, wat die in de laatste ronde allemaal wel niet kan. Niet alleen aan acrobatiek, maar ook aan acceleratievermogen. Van Silos weten we dat de man die nu de leiding overneemt van Jack Welborn. Welborn is ook aardig snel. En dan hebben we dus ook nog uit die sterke Franse ploeg Maxime Châtaignier. Een man die ook al finale punten heeft bereikt bij de World Cups. Ja, Jan Silos die in de leiding gaat, die heeft de snelste Duitse rekentijd van dit seizoen op zijn naam staan voor Europa. Dat rekenen hier in Heerenveen op 2 januari tijdens de trials die er waren. En hij was in 2008 Europees kampioen en in 2009 was hij tweede. Dus een rijder met heel veel ervaring in Europese kampioenschappen. Tweede positie, daarachter zit Châtaignier, vierde op de beste seizoensranglijst. En derde positie, Jack Welborn. En dan de terugkomstige afkomst van Rijn Eerstraat. Een sterke rijdersveld waarin Harald Silos goed tot zijn recht kan komen, maar hij moet wel die race op de rol blijven houden. Nog twee ronden voor de heren. Dan komt Jack Welborn binnendoor naar de tweede positie. Ten koste van Maxime Châtaignier. Maar we hebben ook nog die Rus, die staat 10-0 in die laatste ronde. Kan hij de stunts weer herhalen die hij al twee keer hier heeft vertoond? Wees er niet een hele lukte deze keer niet.